Waar ben ik nou bezig? Te metselen. Een muurtje. Ik ben op deze kant bezig. Dan moet nog de bovenkant. Het metselen van een muurtje of het timmeren van een dakconstructie. In Nederland is er een groot tekort aan mensen met een technische opleiding, maar een ommekeer lijkt nabij. Het Alpha College telde 3 jaar geleden zo'n 1000 studenten met een beroepsbegeleidende leerweg. Op dit moment zijn het al 1400. Er zijn ook zoveel studenten die voor een bouw- en infraopleiding kiezen, dat de studie onlangs verhuisd is naar een nieuw en groter gebouw aan de Atoomweg. Dirk Veldman is blij met zoveel animo. We hebben veel werkgelegenheid en je merkt gewoon, we zitten in een aardbevingsgebied. En in de bouw is momenteel gewoon heel erg druk. En de vraag naar goede vakmensen is enorm. Jullie zitten inmiddels zo'n 6 weken op deze nieuwe locatie. Ja. Hoe bevalt het nieuwe pand? Ja, goed. Heel goed. Ten eerste de infrastructuur, de parkeergelegenheid is goed. De ruimte is goed. De locatie, zeg maar, de ruimte wat je hier ziet. Kunnen we heel mooi de examens mooi doen en het praktijkgedeelte hebben we hier mooi, de theorieruimtes. En dat is ook het voordeel van het nieuwe gebouw. Veel ruimte om constructies op te kunnen bouwen. Of sterker nog, de werkruimte is ingericht alsof het een bouwplaats is met schaftkeet en al. Ik ben hier bezig met een prefab dak die als toets gebruikt wordt voor leerlingen. En dit is dan de eerste les dat we ermee bezig zijn. Wij zitten maar met 2 schroefjes vast, dat vind ik ook wel mooi. Dat is er leuk aan. Nou, je kan heel veel kanten op met het timmerwerk. Je bent altijd buiten en mij spreekt dat wel heel erg aan. Dat je gewoon lekker bezig bent met andere mensen, veel klanten. Dat vind ik hartstikke leuk. Nou, de moeilijkste is hier aan de voeg eigenlijk. En dit, als je kijkt, die moet goed zijn en precies als dit. Zij moet gewoon goed bij elkaar. Gewoon. En we moeten gewoon ook hetzelfde stand. 1 centimeter ongeveer. Zoiets, laat me zeggen. En dat is wel moeilijk. Want jij hebt geen rolmaat nodig. Dus je moet gewoon zelf kijken en goed kijken. Hoeveel specie doe je erin. Metselen, timmeren. De afgelopen jaren wordt het nieuws vooral gedomineerd door een tekort aan mensen in de bouw. Dat merkt men ook op de opleiding. Want werkgevers weten de studenten al te vinden terwijl ze nog aan het studeren zijn. Ja, zeker, zeker. Je hoort heel veel jongens die klaar zijn met de opleiding, die ze rechtstreeks gewoon in dienst komen. Er zijn aannemers die bellen van, nou, hoe lijkt het met Jan of Kees? Van, kunnen we hem straks aannemen? Heeft hij de diploma in de handen? En dan krijgen ze een vaste dienstverband. En dat is geweldig. Dat is ook de doelstelling. Ik vind het wel leuk. Want kun je ook uitleggen wat er zo leuk aan is? Wat er zo leuk is, dat ze net stenen leggen. Dat vind ik altijd wel leuk om precies die precies door het touw heen te kunnen werken. Nu even een hele gemene vraag. Ja. Timmeren of metselen? Timmeren. Ja. Want? Een hele dag metselen is voor mij, dan spreekt wat minder aan dan een hele dag timmeren. Ja, ik vind het wel leuk om metselen gewoon erbij te doen. En af en toe als ze gaan vragen, want wil je een muurtje metselen? Dan zeg ik ja, tuurlijk. Maar om nou een hele dag te gaan doen, dan vind ik overdreven. Ja. De opleiding om timmerman, metselaar of tegelzetter te worden duurt gemiddeld zo'n 2 jaar. Het nieuwe gebouw is te vinden aan de Atoomweg 6B tegenover het CBR.